Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. We gaan het hebben over soortelijke warmte. We gaan leren in deze video hoe we soortelijke warmte kunnen berekenen. En we gaan het hebben over de soorten warmtetransport. En daar zie je mij iets doen in een frituurpan. En straks zie je wat ik daar precies aan doen ben. Goed, de doelen. We gaan als eerst kijken hoe we de soortelijke warmte kunnen bepalen. Maar we gaan het ook hebben over het begrip warmte, natuurkundig gezien. En we gaan het hebben over hoe warmte zich transporteert. Nou, laten we daar als eerst mee beginnen. Wat is warmte? Nou ja, warmte is lastig uit te leggen. Het is een vorm van energie. Warmte komt bijvoorbeeld vrij bij een vuurtje, zoals je hiernaar ziet. En hoe kan die warmte zich nou verplaatsen? Nou, die warmte kan zich bijvoorbeeld verplaatsen door stroming. Wat er eigenlijk dan gebeurt, is dat er luchtdeeltjes, die gaan omhoog, krijgen eigenlijk een kleinere dichtheid. En die moleculen bewegen met die extra energie gezamenlijk naar een koelere omgeving. Warmte en kou die worden vaak ook een beetje met elkaar verward. In natuurkunde spreken we vaak over warmte. En kou is eigenlijk het ontbreken van warmte. Dus we redeneren vanuit warmte. Nou, wat kan je nog meer die warmte doen? Het kan ook natuurlijk via geleiding zich verplaatsen. Je hebt vast wel eens een keer een stuk metaal vast gehad. En dat metaal dat wordt dan op een gegeven moment warm. En hoe zit dat nou op deeltjesniveau? Nou, de moleculen die gaan op hun plaats gaan ze trillen en stoten elkaar aan. En geven zo als het ware de energie door. Dat is dus geleiding. Dan hebben we nog één soort over en de laatste vorm, dat is straling. Daar is eigenlijk geen materie bij betrokken. Dat kan gewoon zonder dat er een stof nodig is. Zonder een medium kan die warmte zich verplaatsen. En dat is eigenlijk elektromagnetisch, zoals we dat dan met een moeilijk woord zeggen. Straling. Nou, vervolgens is het zo dat we natuurlijk ook nog een proefje kunnen doen. Ik neem even mezelf de vlammetjes en ik plaats daarboven even twee blokjes metaal. Een blokje koper en een blokje ijzer. En we zien gelijk de temperatuur stijgen. Ik heb totaal 5000 joule in beide stoffen gepompt aan warmte. Maar wat valt op? Er is duidelijk een verschil in temperatuurstijging. Het koper wordt een stuk warmer dan het ijzer. Nou, waar heeft dat mee te maken? Dat is dan natuurlijk de vraag. Door welke stofeigenschap is de temperatuurstijging te verklaren? Nou ja, je raadt het al natuurlijk. Dat is juist de soortelijke warmte. Dat is een stofeigenschap en verschilt per stof. Wat is die soortelijke warmte dan? Hoe laat die zich omschrijven? Nou, als eerste zou ik kunnen zeggen de hoeveelheid energie die per kilogram, per graden Celsius, temperatuurstijging nodig is om de stof te verwarmen. Nou, dat is dus de beschrijving. In de formule valt die eenheid, of eigenlijk grootheid, zich beter te verklaren. Q is C keer M keer delta T. We kunnen dan eigenlijk opmerken dat de Q de hoeveelheid warmte is, C de soortelijke warmte, M de massa en delta T, dat is het temperatuurverschil. Je begrijpt ook natuurlijk dat op de hoeveelheid warmte de hoeveelheid massa invloed hebt. Stel dat ik daar een blokje zou pakken met wat meer koper bevat, heb je meer energie nodig om die hoeveelheid koper op te warmen. Nou, de eenheden die er dan bij passen, joule is de eenheid van de Q, de warmte, C, de soortelijke warmte, daar is de eenheid lastig. Joule per kilogram maal Kelvin. De massa in kilogram en de temperatuurverschil. Ja, het gaat om het verschil, dus dat kan je in principe invullen in graden Celsius of in Kelvin. Nou, vervolgens laten we dat maar eens gaan toepassen. En daarvoor zien we hier nu twee voorbeelden. Koper heeft een soortelijke warmte die kleiner is dan ijzer. En dat is ook logisch als we naar het plaatje daar kijken. Want we zien als we de hoeveelheid warmte instoppen, dat dus om een graad Celsius te stijgen, is bij koper minder energie voor nodig. Namelijk die 387 joule per kilogram maal Celsius. Dat is gewoon een verschil met dat van ijzer. Water is een hele goede warmteopnemer. Dat kunnen we ook wel zien als we bijvoorbeeld de stof water er even bij pakken. Daar is maar liefst 4180 joule per kilogram maal Kelvin. Dus dat verschilt dus heel erg per stof, de soortelijke warmte, en is dus terug te vinden in Binas tabel 10. Nou, laten we dit even toepassen in een praktijkvoorbeeld. Je ziet mij hier, ja, wat zie je daar me daar doen? Iets met beslag en een frituurpan. Het was nieuwjaar, ik heb oliebollen gebakken, zoals je ziet. Maar ook naast die oliebollen ook appelbeignets. Die zien we daarnaast liggen. En over die appelbeignets wil ik eigenlijk even een vraag stellen. Want die zitten in een bepaalde vloeistof. Je zou misschien al kunnen raden welke vloeistof dat is. Maar we gaan dat even bepalen door middel van een sommetje. En dat sommetje is als volgt.
Meneer Van de Wetering bakt in een pan oliebollen en appelbeignets. En de massa van de vloeistof in de pan is 1200 gram. En bij het toevoegen van de appelbeignets zakt de temperatuur van de vloeistof met 11 graden Celsius. De warmte die de appelbeignets opnemen, die is 21,8 kilojoule. Verwaarloos in deze opdracht dan wel even het warmteverlies aan de omgeving bijvoorbeeld. Welke vloeistof zit er in de pan? Ik zou zeggen, zet de video stil en kijk eens of jij dit kan oplossen. En natuurlijk geef ik ook in deze video antwoord op deze opdracht. En daarvoor gaan we even de vraag naar boven verplaatsen. En dan beginnen we met als eerst natuurlijk de formule. Wat was de formule? Die hebben we net gezien. Dat is Q is C keer M keer delta T. De gegevens zijn ook bekend. Bijvoorbeeld de massa, die is 1200 gram. En dat moeten we natuurlijk omzetten naar kilogram. Maar we weten meer. We weten ook de delta T. Die is 11 graden Celsius. En let op, we weten ook hoeveel warmte die appelbeignets hebben opgenomen. Dat is die 21,8 kilojoule. En daar staat een minnetje voor, want die is opgenomen. Die is eigenlijk uit de vloeistof vertrokken. Want die vloeistof die koelt immers af. Dus die kilojoule moeten we natuurlijk nog wel even omzetten naar joule. Dat is 21,8 keer 10 tot de derde joule. En wat er dus eigenlijk gebeurt, uit die vloeistof verdwijnt warmte in de appelbeignets, waardoor die appelbeignets schade worden. En dat is eigenlijk de truc waardoor die appelbeignets we eigenlijk frituren. En nou is alleen de vraag, waar frituur ik dat dan in? Nou, dat kunnen we uitrekenen natuurlijk met de formule. We kunnen de formule invullen. De enige onbekende is de C, want de C is de stofeigenschap van de vloeistof. En die wil ik juist hebben, want dan weet ik welke stof het is. Door een deling te maken, kan ik dit sommetje maken en kan ik vinden dat de soortelijke warmte 1,7 keer 10 tot de derde joule per kilogram mal Kelvin is. Dus, dat is olijfolie. Check maar in de BINAS. En let op de tabelkop bij het aflezen van een waarde. Nou, dat als laatst. We hebben de vraag beantwoord. We hebben geleerd wat je dus met soortelijke warmte kan. Bedankt voor jullie aandacht. En stel dat je deze video leuk vond of aardig vond. Vergeet hem dan niet te liken. Later!